Welkom bij weer een nieuw uitlegfilmpje van ons Mutsenclubpie. Ik ga vandaag met jullie live nummer 23 maken. En live nummer 23 is de live van 19 september 2022 en wordt een draaikaart. Terwijl ik dit opneem is het buiten lekker warm, want het is vandaag 28 juli. En ik ga met jullie eerst even laten zien wat we nodig hebben om deze kaart te maken. Je hebt één stuk 30 bij 12,5 nodig en twee stukken 16 bij 9,5. En je hebt twee stukken designpapier nodig van 12,2 breed en 9,7 hoog. Je hebt vier stukken nodig van 1,7 breed en 9,2 hoog. En je hebt acht stukken nodig van 6,7 breed en 9,2 hoog. Maar het designpapier leggen we nog even aan de kant. En ik ga beginnen met het grote stuk cardstock van 30 bij 12,5. En dan gaan we ons rolbord erbij pakken. Die leg ik hier neer, zodat die goed in beeld is. Het snijmes leggen we omhoog. En het grote stuk gaan we rillen op 10 en op 20 centimeter. Dus je gaat het stuk van 30 centimeter leg je tegen je liniaal aan. En je gaat hem rillen op 10 en op 20 centimeter. Nou, dat is niet zo heel moeilijk, toch? Dan leggen we die even aan de kant. En dan pakken we onze twee stukken cardstock van 16 bij 9,5 erbij. En die leg ik ook met de lange kant tegen de liniaal aan. En die rillen we op 7. En op 14 centimeter. En dat doe je bij alle tweede delen. Dus deze leg ik even aan de kant. En dan pakken we deze er weer bij op de lange kant. Op 7. En op 14 centimeter. Zo. Dan leggen we ons rilbord aan de kant. Draai ik even mijn eigen beschrijving om. En de rillijnen gaan we er even in vouwen. Nou heb ik hier mijn vouwbeen vergeten. Dus dan ga ik het even bijpakken. Zodat we de rillijnen even scherp kunnen inrillen. En doen we met deze ook even. Zo. Doen we met het tweede deel doen we dat ook. Even de rillijnen erin vouwen. En deze leggen we ook weer even aan de kant. Dan hebben we deze. En de 1 vouw je omhoog. En die ril je. En de ander vouw je naar beneden. En die ril je. De opening van deze flap. Dus de eerste vouw je eigenlijk naar binnen. En de naar onder en die andere vouw je erbovenop. Op deze manier. Dan heb ik mijn voorbeeldje naast me liggen. En het voorbeeldje is, moet ik even openklappen. En dan gaan we met een liniaal gaan we op het rillijn. Vanuit de kant gaan we 2 centimeter meten. En dan zetten we een stip. En dat doen we ook aan die kant. Op 2 centimeter zetten we een stip. En daar trekken we een potloodstreep tussen. Voor de rest doen we daar nog niks mee. Alleen een potloodstreep trekken. Dan draaien we het geheel om. Naar de andere kant. En dan pakken we de onderkant. En daar doen we ook 2 centimeter zetten we een stip. En aan de bovenste tot aan de rillijn
Op de rillijn zet je ook een stip op 2 centimeter en daar trek je ook een potloodstreep tussen. Dan pak je vanaf deze rillijn 3 centimeter en daar zet je ook een stip. En aan die kant zet je ook een stip. En daar trek je een lijn tussen. Hoeft niet een hele mooie lijn te zijn, want deze delen zie je soms niks meer van. Doe je ook vanaf de bovenkant 3 centimeter een stip. En aan die kant ook op 3 centimeter een stip. En in dit vak gaan we straks lijm doen. Hier mag niet gelijmd worden. In het vlak waar geen kruis staat, komt geen lijm. Nou, hebben we... Dit is, dan moet ik heel even meten, 10 centimeter. Dus we zetten op 5 centimeter een stip. Dat doen we aan deze kant ook. Zetten we ook op 5 centimeter een stip. Hier komen zonden in je brets te zitten. Deze kaart gaat hier in het midden. En deze gaan we opmeten. Het is 2 centimeter. Hij is 2 centimeter breed en 9,5 ongeveer breed. Dus we gaan ongeveer het midden uitkiezen, dus 4,5. Dus hier is ongeveer het midden. Dus dit ongeveer het midden. Het is 2 centimeter. Dus op 1 centimeter moet een stip. Op die plek. En dan gaan we met onze prikpen. Ik heb dan een prikmatje. Gaan we daar een gaatje in maken. En dat doen we bij deze precies hetzelfde. Maar omdat we daar al gemeten hebben waar we het gat willen hebben, leggen we hem dus precies erop. Leggen hem neer en prikken ook daar een gaatje in. Dus dan heb je hem allebei in het midden. Nou pakken we onze kaartstok erbij, onze basiskaart. En deze leggen we hier neer. En hier gaan we een gaatje in prikken. Op deze manier. En dan pakken we ons beretje. En die steken we er doorheen. Op deze manier. Het beretje, daar zie je straks niks meer van. Maar dit gaat draaien. Nou, kan je ervoor kiezen om je designpapier erin overheen te plakken, zodat je het bretje niet meer ziet. Maar ik vind het eigenlijk mooier om mijn designpapier eronder te hebben. Dus ik ga mijn designpapier pakken. En ik ga even mijn lijnroller pakken. Ik ga de reserve maar meenemen. Ik ga hier mijn tape op doen, dus op het stukje designpapier van 1,7 keep spieken bij 9,2 ga ik mijn designpapier plakken op deze manier. Dan draai ik hem weer om, want hier had ik mijn gaatje en daar stop ik de bret doorheen. Nee, nog niet. Daar doe ik dan eerst ook nog die andere overheen. Nee, hier doe ik hem wel overheen, want ik wil natuurlijk de sluiting niet zien van de bret. Zo. Nee. Er moet wel een gat erheen. Oh, soms bedenk je ter plekke iets nieuws. Deze komt er overheen. Dan had je hier al een gaatje geprikt. Dus dan kan je die weer doorprikken. Want je bret moet natuurlijk door je designpapier heen. Op deze manier. En deze drukken we dicht. Dan draaien we hem om. En dan gaan we hier dus eerst het designpapier opplakken op hetzelfde stukje als bij het andere kaartje.
daar prikken we weer een gaatje in. Dan plakken we de andere kant het designpapier op. Op deze manier. Hop. Alles gaat hop, hop, hop. Prikken we weer een gaatje in. En we halen onze bret erdoorheen. En deze komt precies aan de andere kant van je kaart. Dus aan deze kant. En dan ben ik aan die kant een gaatje vergeten te prikken. Dus je draait hem om. Je legt deze weer hier tegenaan. Zodat die in het midden zit. Je prikt daar een gat doorheen. En je doet daar je pret doorheen. En je maakt hem dicht. Op deze manier. Nou gaat die zonneen dus dicht. Maar je kan dus nu niks met je kaart, want waar blijven nou je kaartjes? Dus we gaan onze kaarten weer bijpakken. En we leggen hem zo voor ons neer. Dan pakken we ons lintje. En het eerste lintje knippen we een stuk van af. Deze manier. En die gaan we plakken aan de binnenkant van je eerste kaart. Dus je gaat hier wat lijm of wat tape op doen. En hier plak je je lint in. Dan plak je daar je designpapier weer overheen, zodat je lint stevig vast zit. En zo ga je dat dus bij al je... Deze ga je hier. En deze komt aan de binnenkant. Want ik wil aan de buitenkant wil ik een designpapiertje hebben met een streepje. Dus die komt aan deze kant. Maar omdat ik nog niet precies weet hoe die zonneen eruit draait, ga ik deze nog niet opplakken. En die andere kan ik pas opplakken als ik hem gedraaid heb. Dus deze gaat nog even naar de binnenkant. Dan draaien we hem weer om. En dan hebben we deze kaart. Dan klappen we hem open. En bij deze kaart, moet ik even naar mijn eigen voorbeeldje kijken, gaat de lintje aan de bovenkant. Dus hier gaan we weer plaksel plakken. We gaan een stukje van het lint afknippen. We plakken het lintje erop. En we gaan weer designpapier plakken. Zo. En dan doe ik dat ook aan deze kant gelijk. En die andere twee ga ik straks weer plakken. Als de kaart dan helemaal is opengedraaid. Even naar mijn design kijken. Klopt die zo? Nee, het puntje staat naar beneden. Allebei dezelfde kant op het designpapier. Niet de een zo en de ander op de kop. Dus dan draaien we deze hier weer in. Deze gaat naar binnen. Deze gaat naar buiten. En dan hebben we twee flappen over. En als we daar dan aan trekken, als straks de kaart vast zit, dan draait de kaart naar buiten. Nou heb je straks voor mij een potloodstreep moeten zetten. En op de kruisen gaan we tape plakken. En waarom nou niet hier? Deze klappen we zonneen dicht. En heb je daar overal tape zitten, dan zit die over je bret heen en dan kan je bret dus niet meer draaien. En dan kan je kaartjes ook de draaibeweging niet maken. Dus we gaan nu de plak ervan afhalen. Bij allebei. En potloodstrepen hoeven we niet weg te gummen, want daar zien we zonder niks meer van. En deze klappen we dicht. Even goed kijken. Lintjes zijn nog iets te lang,
Maar die plakken we straks. Knip ik die af. En ik heb lint wat ik een beetje rafelt. Maar ga ik daar straks met een lijm. Met mijn aansteker langs. Dan smelt hij een beetje. Wordt hij hard. Gaat hij ook niet meer rafelen. Hier hebben we een hele streep. En die kunnen we gewoon helemaal dicht plakken. Want hier hebben we geen bret meer waar we rekening mee moeten houden. Dus die plakken we helemaal dicht. Dan gaan we de even aandrukken. De lijmstroken er weer van af. Van het plaksel. En deze klappen we ook dicht. Even goed aanwrijven. Zo. En als je dan nou aan je kaart trekt, dan komt je kaart eruit. Aan de ene kant en aan de andere kant. En zo heb je twee kaarten in je. En nou zie ik dat deze niet helemaal lekker recht loopt. Scheelt dat het hopelijk krijgen we hem open. Ik heb hem nog niet heel hard aangeduwd. Deze moet een stukje naar beneden. Want ook wij maken wel eens foutjes. Dus deze moet een stukje naar beneden. Die ga ik niet meer openmaken. Deze wel. Dus deze gaan we iets verder naar beneden zetten. Dus deze naar beneden. Daar een gaatje prikken. En vastzetten. En dan hoop ik dat die blijft zitten. Dat die dus nu wel goed gaat. Ga ik hem hier even met een lijmroer erop. Zo. Deze dicht. Hier even met de lijmrollen overheen. En die dicht. En nou zit hij recht. Ja, zelfs wij mutsen, of ik muts, maak soms nog wel eens een foutje. Dus deze klapt open. Op deze manier kun je hem dichtdraaien. Die klapt open. En die kun je ook weer openmaken. Dus nou gaan we zo. En mijn designpapier komt zo. En dan vind ik het leuker als ik gewoon een tussenstukje heb. En dan plak ik die daar. En deze komt dan aan de achterkant. En deze komt aan deze kant. Dus die ga ik even opplakken. En dan is het eigenlijk alleen nog maar het versieren van je kaart. Of ga ik deze zo doen? Nee, allebei aan de buitenkant. Deze aan de buitenkant. Deze ook aan de buitenkant. Dan heb ik dus nog twee stukken over. Deze ga ik aan de achterkant plakken. En ik heb nog een groot designpapierstuk over. En die ga ik ook aan de achterkant plakken, zodat de hele kaart versierd is. Op deze manier. Even goed. De kaart aan de kant. Dat ik niet de draaigedeeltes vastplak. Dus deze gaat dicht. En die draait deze kant op. Deze gaat dicht. En die draait die kant op. En dit zijn je kaartjes waar je dus aan kan trekken. En dan krijg je je kaart open. Dus deze naar beneden en die naar boven. Of andersom, net wat je leuk vindt. Dus deze komt nog aan de achterkant. En dan als je de kaart uittrekt, dan heb ik hier kaal. Dus dat vind ik niet leuk. Dus daar ga ik zo ook nog even een designpapiertje op plakken. En hoe je hem verder gaat versieren, is natuurlijk helemaal aan jullie.
Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doeg!